Jax heeft doorgeslapen. Ace, kom maar! Ik ben gewoon aan het praten, nu geef mij. Goedemorgen! Het is vandaag maandag, nieuwe rom, nieuwe kansen. Lievertje! Ik breng Jooltje vandaag even met de auto naar school. Goedemorgen. Ja, vandaag was dus de dag waar ik me heel erg op verheugd had. Namelijk dat ik zou gaan, nog niet vliegen. Dat zou morgen dan zijn. Maar vandaag zou ik eigenlijk mijn refresher hebben. Oftewel opfris dagje. En dan zou ik morgen gaan vliegen naar Barcelona. Leuk eerste vluchtje. Heel erg op verheugd. Proem, poem, push. Ze hadden afgebeld. Het ging niet door. Want tegenwoordig is er een nieuwe regelgeving. En dat betekent dat je, wanneer je een jaar niet hebt gevlogen, dat je een hele cursus van 7 dagen moet volgen. En ik zat net over het jaar heen. Echt heel erg balen. Vooral omdat ik me gewoon helemaal erop ingesteld had dat ik vandaag dus aan het werk zou gaan. En dat is dus niet zo. Maar ja, goed. Het is wel maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kans. We gaan gewoon andere dingen doen. Ik ga gewoon lekker video's maken. Ik heb sowieso wel volgende week mijn C2 cursus. Dat is een andere cursus van het vliegen. Maar daar vertel ik tegen die tijd wel wat meer over. Zit je nou naar jezelf te lachen? Ik ben heel even in de parkeergarage. Want we moeten terug naar Raan, hè? Ik had zaterdag daar... Ik hoop dat ik het zelfs al bijna heb. Ja, hier. Ik had zaterdag daar een rokje gekocht. Een leerrokje. Hartstikke leuk. Ja hoor. Alleen, de verkoopster in kwestie heeft het label er al laten zitten. Thank you. Nu moet ik helemaal terug naar de winkel met baby. Zo, vandaag zijn we even met deze draagzak. Moet nog een beetje wennen. Maar het wordt wel tijd voor draagzakken in plaats van draagdoeken. Want de draagdoeken, ja, dit zit gewoon net even wat steviger. Ik wil heel graag die Artipoppen draagzak. Eerlijk is eerlijk. Maar deze is ook prima voor nu. En ja, ik weet dat deze draagzak niet ergonomisch is gekeurd. Maar het is wel... gewoon even goed te doen voor eventjes snel naar de winkel. Toch? Weer even serieus. Deze zijn zo bizar lekker. En die eten we met kikkererwten, zoete aardappel, bloemkool. Wat is zijn, wat ben je eigenlijk aan het uitpakken? Wat wall is connector. Wall connector voor de Tesla. Ben je thuis op het laden? Het kan nu en ook waar wel. Ga je dat ophangen dan? Aan de zijkant van het huis. Ik heb toch een steegje. Daar? Waar wordt het aangesloten dan? Ja, in de meterkast gewoon. Ja. En dan loopt er een snoer langs of zo. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet door. Deze had ik nog gekocht bij de H&M. Een gewone high waist skinny jeans. Dus het nadeel, als je iets moet ruilen, dan ga je dus ook meteen weer dingen kopen. En een ander leerrokje, namelijk deze. Wat vind je ervan, Bart? Super. Hey, is wel leuk. Maar dat is, die had je toch al? Nee, dit is een andere. Dat is wel dingen van. Kijk, allemaal installatiemateriaal. En, jongens, van die broekjes. Kijk, Bart, ik heb ze gevonden. Maat 74. Met sok eraan. Dat is heel erg handig, want Jax die gaat de hele tijd met zijn voet die sokjes eraf schoppen. Ja. Dus, ja. Is handig dit. En een lekker zacht truitje. Heerlijk. Kijk. Schat, wil je me knuffelen? Het is namelijk heel lekker zacht. Kom maar. Morgen, darlings. Ja, het blijft natuurlijk weer niet eens hier bestaan. Ik wilde even zeggen, Jax heeft doorgeslapen. Echt waar. En weet je wat het grappige was? Ik werd zelf gewoon wakker om 6:30. En ik werd ook echt zo wakker van, what's gebeurd? Wat kan dit? Jax kan zitten met een beetje hulp. Jax? Yo, I'm wearing the outfit of yesterday, today, die ik gisteren heb gekocht. H&M outfitje, truitje, lekker warm.
en leren rokje. Ik ben een beetje aan het hijgen. Ik heb net mijn haar gefeund. Doe ik niet altijd. Dat is ook wel te zien. En wanneer ik het dan doe, denk ik, ja, je hebt best wel wat volume. Of tenminste, je kunt wel volume krijgen wanneer je dat wilt. Maar ik mis echt wel een beetje de producten. Dus ik vraag me af, zijn er vrouwen van jullie die ook, net zoals ik, heel erg stijl haar hebben? Echt stijls van nooit een krul in te krijgen, niks. En zo ja, wat doen jullie om je haar een beetje vol te laten lijken? Wat had ik hier? Volume droog shampoo heb ik. Foams en zo. Van die volume smoesen. Nu heb ik dus bijvoorbeeld echt niks gebruikt. Ik moet trouwens ook geen conditioners gebruiken. Want als ik conditioners gebruik, dan wordt het heel snel ja, zwaar of zo in mijn haar. En dan is mijn haar helemaal heel plattig. Plus dat mijn haar natuurlijk onwijs snel vet wordt. Echt... Ja, meestal is het om de dag wassen. Maar eigenlijk is het dan die andere dag dat ik het niet heb gewassen al een beetje aan de vettige kant. Ik moet echt een keer even gewoon een week of twee weken mijn haar niet wassen. I know. Toevallig had ik gisteravond een berichtje van een vriendin. Dat ze mijn video van Dies Denkt zo leuk vond. En dat waardeer ik nou echt heel erg. Dat heb ik namelijk echt niet vaak. Dat vriendinnen mij daarop aanspreken. Maar dat komt denk ik omdat ze... niet echt into YouTube zijn en ook eigenlijk helemaal niet snappen hoeveel werk erin zit en dat ik daar gewoon echt heel erg keihard voor moet knokken of in ieder geval heb moeten knokken, maar eigenlijk nog steeds. Het houdt eigenlijk nooit op, dat YouTube verhaal en blijven groeien en wat je daar allemaal voor moet doen. Ik denk dat heel veel mensen dat heel erg onderschatten. Maar ik denk dat de vlogkijkers het, dus jullie, het wel redelijk snappen. Maar er zijn ook heel genoeg mensen die dat echt onderschatten. Dus ik waardeerde dat heel erg, die opmerking van die vriendin. Heel leuk. Ze had hem zelfs op haar Facebook gedeeld. Ik ga straks de meiden naar Turnen brengen en boodschapjes doen. Bart werkt thuis vandaag, dus die kan lekker bij Jax even blijven. Jax begint steeds meer toe te zijn aan spelen. Echt spelen met dingetjes. Het is zo heet. Het is warm. Echt niet normaal. Mensen, we leven in oktober, maar jullie zullen het allemaal wel weten, want jullie hebben dit ook. We zagen net zelfs, wat zagen we rijden? Een ijskoelman. Oh. Een ijskoelman. Maar we hebben geen ijskoelman. Nee. En ik heb een uitdaging, want ik moet deze auto op de lader zetten. Something new for me. It's a beautiful day. The sun is shining. Deze kant op. We hebben iets wat wij gaan testen. En wat we heel graag wilde. Bart is trouwens weer naar de kapper geweest. Do you like his look? Geef een duimpje omhoog als je het liked. Oké, dan. Lekker veel duimpjes dit keer, mag ik hopen. Nou jongens, dit is onze nieuwe stofzuiger. En dat is er zo eentje. Van Samsung. Tada! Oh, vet. Die draadloos is. Halleluja! En dat is super handig voor ons, want... wanneer de trap continu op moet. En je kent het wel. Vast zit met je snoer overal. Dit wilde ik al zo lang al. Paintball gun. Ja, daar ja. En dan klikt hij los. En dan kan je heel makkelijk. Zo, zie je? Hoef je niet je pols helemaal... En als je dan weer omhoog gaat, dan klikt hij weer vast. Je kunt er dus 40 minuten mee stofzuigen. Ja. Wow. Wow. Vet, hè? Wow, dit is echt heel vet. Ja, dat was het gevolg van boodschappen doen. We hadden veel te lang.
geen chocola in huis gehad. Echt serieus veel te lang. Maar en je moet hier wel echt heel erg mee oppassen wanneer je zit te editen. Want voor je het weet heb je gewoon echt niet in de gaten dat je iets eet. Bart zit in zijn wereld en ik zit in mijn wereld. Lekker onpersoonlijk zijn we. Maar dat gaat niet de hele avond zo door. We hebben een half uurtje afgesproken om iets zo te doen. Ik moest heel even iets afmaken waar ik niet aan toe was gekomen vandaag. En Bart ook, zoals je ziet. Oh, dat klepje hangt weer op 10:30. Wat irritant, die camera. Ik ben zo ontevreden over deze Canon. Nou ja. Huh? Ja, elke keer moet ik hem weer vastschroeven met het. Nou, ik ga dat even fixen en alle bestanden op mijn computer zetten. Wat wilde ik nog zeggen? Ik wilde nog iets zeggen aan het einde van deze vlog. Ik zou nog heel eventjes updaten hoe het was met het vliegen, wanneer dat nu wel doorging. Maar helaas, ik heb niks gehoord van Transavia, dus ik kan nog geen nieuws geven. Wat ik wel heb is volgende week een C2-cursus, die gaat wel door. En dan zou ik ook wel meer info hebben, dus ja. Het is nog even wachten. Ik vind het zelf ook een beetje jammer. Was wel beloofd. Enjoy. Ik ben er gewoon aan het praten, negeer mij. Ik vind het hard praten. Hoezo? Hoe kan het nou? Ik heb maar één oor open. Hoor je hier gewoon verder aan het. Nou, net niet hoor.